echt geweldig om hier te kunnen spelen. En ja, voor ons is het nog, tenminste ik spreek voor mezelf, maar ja, voor mij is het heel bijzonder om weer voor daadwerkelijke mensen te spelen. Die daadwerkelijk bestaan. Dus ja. En hopelijk voor jullie ook. Dus ja, there might be some English, non-Dutch people over here, right? Okay. So yeah, I was just saying that it's quite nice to be playing for actual existing people. I mean, the other ones exist too, just on the other side of the screen, I guess. It's different. So, yeah. And we just played a piece written by, I guess, yeah, one of the pioneer on the jazz bass clarinet called Eric Dolphy. No, sorry, it's not his piece, but he played it famously. And it was written by Thelonious Monk. And the piece was called Epistrophe. And in fact, there is a really great record with Han playing with Eric Dolphy. It's called The Last Days. Yeah. Would you like to say something about that? Nou, ik vond het heel leuk om met hem te spelen als Amerikaan. Hebben ze erg met cultuur. Hebben een vriendin die danst in Parijs. Maar hij wil graag in Europa wonen. Hij wilde niet zoals de meeste jazzmuzikanten waar ik meegewerkt heb naar de hoeren en die kwamen we zo aan. Hij was gewoon een keurig man die veel te veel thee. Maar die veel van suiker in de thee doen. Ik ben wel zo uitgeschreven als een jongeling. Ja, ga je aan naar even vroeger, moest ik ook naar de apotheek. Moest ik altijd geheimzinnige dingen halen, ik was heel jong. Ik wist het nog. Maar nu moest ik gewoon honing halen. En als je een beetje thee een kopje thee had, heb je zo'n laag honing in. En hij wist niet dat hij zelf suikerziekte had. Dus 14 dagen nadat ik ben gespeeld, van een week daarna, is hij naar Jazz Gallery Tangente gegaan. De boem is alleen. Berlijn, waar ik ook gewerkt heb, maar ik was mijn eerste buitenlandse keer met Marcel Blauw, Niels Henning, Uste Peters en Burkel. En ik zie ook bij Burkel wat een vervelende man is dat. Ik maar in Blokje speelde daar dus met Carl Berger. En de eerste dag toen hij niet speelde, en de tweede keer kwam hij binnen en hij viel gezakt gewoon in elkaar. Dus toen hebben ze hem naar het ziekenhuis gebracht. Ja, daar heb ik mijn handen gehouden. Oh, dat is een zwarte man die ik mijn handen gehouden heb. Jatsproef. Was nog niet aan de zijde liggen. Zoals ik vroeger met een drumcel bij de Oost-Duitse kwam, bieten aan die rijden weer. En dan moest ik mijn Tibetaanse horen uitpakken en weet ik verklappen. Dus als ze die man hadden gecheckt op insuline, dan had hij waarschijnlijk nog wel onder ons geweest. Dat is een grove fout die daar begaan is. Net zo erg als de dood van Bessie Smith, destijds ook al. Ik heb het een keer in Berlijn gezegd, dat namen ze me niet. Ze dachten, ja, Erik is toch echt van Martin Luther, nee, van de Black Panther en zo. Die man is helemaal niet van de Black Panther, die wil alleen studeren. Ja. Alleen maar. En dan speelt hij nog een verschrikkelijke instrument fluit, waar ik mijn bloed heen ga. Dat komt al die dingen die ik met Benedict Sternberg. Is nog een vraag? Geen vraag?
short excerpt from the Third Symphony. Ja, sorry. Grappig op Nederlands, anders zijn er weer anderen die dat niet verstaan. Dus het is een klein stukje uit de Derde Symphony van Mahler. En eigenlijk maar een paar maatjes. En die vormde inspiratie voor een stuk dat Han en ik uiteindelijk hebben opgenomen. Op deze plaat, die kan dus. Mahler is eigenlijk wel geval apart. Omdat hij eigenlijk, was eigenlijk een tragische figuur, zoals veel componisten wel waren. In die tijd, nog steeds volgens mij. Maar Mahler was getrouwd met Alma Mahler. En zij was een stuk jonger. En zij was ook componiste. En dat leidde tot een aantal spanningen tussen de twee. Dus Mahler zei tegen Alma, je mag wel met mij zijn, een relatie hebben. Maar er kan maar één componist in de familie zijn. En dat ben ik. Wat een macho, hè? Dus gelukkig zijn dat de dingen nu iets anders. In ieder geval bepaalde landen en bepaalde delen van de wereld. Maar in die tijd niet. En Mahler zegt van nee, ik ben gewoon de baas in de familie. Je moet mij gewoon dienen als man die aan het werk is. Dat leidde natuurlijk tot enige frustratie bij Alma. En zij ging op een gegeven moment. Dat ging ook wel vreemd, maar vooral Alma kreeg andere relaties met andere mannen. En alle beroemdheden in die tijd waren kennen alle beroemde mensen kennen elkaar, ging koffie drinken de hele dag. En Mahler dacht op een gegeven moment, ja, het gaat niet zo lekker in de relatie. Dus die ging toen in Leiden op bezoek bij iemand die veel verstand had van psychologie, dat was Sigmund Freud. Dus die ging bij Freud op concentratiebezoek. En Freud zei tegen hem, ja, het heeft waarschijnlijk iets met je moeder te maken. En waarschijnlijk iets met haar vader te maken, omdat die relatie niet zo goed loopt. En toen ging ze daar, en toen Mahler was eens teleurgesteld, maar Freud zei ook nog, van waarschijnlijk heb je haar niet genoeg ondersteund in haar ambities als componiste. Dus hij ging terug en ging als een gek voor haar er zijn en zeggen van schat, ik ga al je dingen uitbrengen en ik zorg dat er een beetje boel voor en dat soort dingen. Maar toen ging hij op een gegeven moment dood. Ze verloren ook nog een kind, dat is echt verschrikkelijk. En toen kreeg Alma helemaal in de eentje, kreeg ze op een gegeven moment een brief na de dood van haar man, van Sigmund Freud. Dus ze dacht, oh, dat is aardig dat hij aan het denken en overlijden van een man. Maar in die brief was eigenlijk niks anders dan de factuur van die ene. Zo weinig dat stuk. Dus vandaar de inspiratie. En volgens mij kan ik nog één kort stukje doen. Voor jullie. En wat is dat voor? Zullen we die een opdracht aan Kierkegaard? Kierkegaard, ja, oké. Laten we het dan noemen. Dennis Doe. Abraham en Isa. Oké. Ja, Kierkegaard heeft een boek geschreven, Vrees en Affirmeren, een beetje Vrees en Weten. En dat is een heel verhaal uit het Oude Testament over de opoffering van Isaac. En Abraham wordt helemaal uitgelegd en helemaal geanalyseerd op een krankzinnige manier. En dat heeft vrij veel invloed gehad. Dus ja, dan noemen we het Abraham. Dankjewel, Isa. Ja, ik moet de naam hebben, toch? Okay. Ja. Dus je luistert naar Han Bennink.